Het is op dit moment prima strandweer op de Hollandse stranden. De komende dagen wordt het minder warm, toch sluit ik niet uit dat het zelfs dit weekend op sommige stranden best nog wel aangenaam is. We krijgen wel met een weersverandering te maken. En dat zien we zelfs nu al. Als we hoog in de atmosfeer kijken, zien we sluierwolken naderen. En die sluierwolken zijn toch echt de voorboden van een weersverandering. Het zijn de uitlopers van gebieden met bewolking en regen ten westen van ons. Want in bijvoorbeeld Schotland en Ierland, daar valt af en toe al wat regen. En af en toe drijven dus dat soort wolkenpartijen over onze omgeving. Maar hoge druk zorgt ervoor dat ze voorlopig weinig te zeggen hebben. Zaterdag echter verschijnt er een actief lage drukgebied. Ten westen van Ierland komt geleidelijk aan dichterbij, drijft de hoge druk uit onze omgeving weg. En dus wordt de bewolking dikker. En heel voorzichtig, met de nadruk op voorzichtig, neemt ook de regenkans in onze omgeving langzaam toe. Voorlopig is daar nog geen sprake van. Vrijdagmorgen bijvoorbeeld, een dag die droog gaat verlopen in het land. Met flink wat zonneschijn, af en toe wat wolkensluiers die overtrekken. Maar dat mag de pret niet drukken. Het wordt zo'n 21 tot 23 graden in het westen van het land. Langs de oostgrens kan het met 25 graden gewoon nog zomers warm worden. En zaterdag, dan zien we een beetje een tweedeling. De meeste bewolking in het noorden, daar zou later op de dag zelfs een heel klein beetje regen uit kunnen vallen. In de rest van het land is het droog. En vooral in het zuiden breekt de zon goed door. Waarbij het in het zuiden van Limburg 24, misschien wel lokaal 25 graden wordt. Ja, en zondag, dan breidt die dikkere bewolking zich over een groot deel van het land uit. Vooral in het noorden kan wat regen vallen. In het midden van het land. Daar zal het echt minimaal zijn. Een groot deel van de dag verloopt daar gewoon nog droog. En ten zuiden van de grote rivieren blijft het tot de avond droog. Met wederom in het zuiden van Limburg de hoogste temperaturen. 23, misschien wel 24 graden. Na het weekende krijgen we ander weer. We krijgen veel vaker met buien te maken. En kijk ook eens naar de temperatuur. Vanaf dinsdag komt de middagtemperatuur onder de 20 graden uit. Tot de volgende keer.